Dit is L1 Cultuur. Out of Storage, dat is de naam van de grootste reizende kunsttentoonstelling in de wereld. Met vooral geëngageerde kunst. En Out of Storage was onlangs te zien in de Timmerfabriek in Maastricht. De tentoonstelling Out of Storage hier in de Timmerfabriek in Maastricht laat honderden werken zien uit een van de belangrijkste Franse collecties voor hedendaagse kunst. Kunst met een boodschap. I'm going underground, will you let me know when you're going out of town and will you take me down? Ik loop al een paar jaar in de kunst rond. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hier werk gezien heb waarvan ik zoiets had van, oh ja, daar ben ik 10 jaar geleden mee begonnen. En toen begreep ik er eigenlijk nog geen flikker van. En inmiddels is het voor mij toch wel erg leuk om dit allemaal bij elkaar te zien. Dat is nooit de achtergrond van deze tentoonstelling, want er zijn zo'n honderden werken hier te zien. Waar komt het allemaal vandaan? Het komt van het wrak. Dat is ooit een idee geweest van Jacques Lang, ergens een jaar of 30 geleden. De Franse, de voormalige cultuurminister al daar. En zoals je weet een socialistische minister en die had zoiets van kunst en cultuur is van belang. Het kan een enorme bijdrage leveren aan zeg maar, de economie van een regio. En die heeft, ik geloof in totaal, iets van 33 van die fraks opgericht. En dat zijn natuurlijk toch hele andere tijden dan nu. Tegenwoordig is kunst verdacht bijna. Ja, ik vind dat eigenlijk heel veel dingen waarvan we een tijdje geleden zeiden dat het een democratisch goed is. Of het nou gezondheidszorg is of onderwijs, maar ook kunst. Dat een beetje op de verdachte bankje zit. Nou staan we hier voor een kunstwerk. Stop de discriminatie van goedkope stoelen. Ja. Hoe kan ik me voorstellen dat Henk en Ingrid zeggen? Ik denk dat Henk en Ingrid juist dit heel erg leuk vinden. Wat het eigenlijk zegt, jongens, dit zijn de best verkochte stoelen ter wereld. Ja. En heel veel mensen vinden deze stoel heel slecht, juist omdat hij zo goed verkocht is. En wat Martin Kiché eigenlijk zegt, vindt eigenlijk dat we een beetje neerbuigend naar deze stoel kijken. Met andere woorden, een beetje neerbuigend kijken naar Henk en Ingrid. En wat hij eigenlijk probeert te doen op een plek waar het zogenaamd over hoge cultuur gaat, is om te zeggen van, hey jongens, kijk ook eens naar die lage cultuur. Waar gaat dit nou over? Maar misschien moet je die vraag ook niet stellen en het gewoon op je af laten komen. Sommige begrijp ik niet zo goed en heel veel boeien me heel erg. Het is heel wisselend. Maatschappelijk geëngageerde kunst is voornamelijk, was dat natuurlijk jaren 60 en 70. Is het in deze tijd van crisis en bezuinigingen, is dat iets weer wat terugkomt nu? Nou, ik denk ik zelf denk wel dat we weer in een periode zitten waarin zeg maar, de vraag naar de rol van kunst, of überhaupt naar de rol van de publieke ruimte, weer gepolitiseerd moet worden. Misschien willen ze wel geen geld meer voor de kunst. Nou ja, dat is dan een reële uitkomst van. Dat is natuurlijk een eigen ding aan een democratie. Typisch een werk waar heel veel mensen heel positief op reageren. Het voldoet aan een soort idee over schoonheid. En men is denk ik bijna ontroerd door het feit dat je met zo weinig middelen een dergelijk effect weet op te roepen. Het verhaal hiervan? Ja, raadsel hè. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen als ze hiervoor staan, dat ze toch een beetje in verwondering staan en denken van wat is dit nu weer? Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel interessant, denk ik, dat kunst dat kan oproepen. Dat voor sommige mensen zeg maar, de nieuwsgierigheid naar het waarom van een raadsel al voldoende is om blij te zijn. En bij de anderen die zoiets hebben van, erg meer aan.